Veel voorbijgangers zullen hem misschien niet eens opmerken. Maar voor de familie van de vermoorde Bahar Bouchakli is hij van grote waarde. De tegel met het bekende lieve heersbeestje tegen zinloos geweld. Het is voor een herdenking van mijn tante Bahar. Ik was de neef van haar. Ik had dagelijks contact. Het was eigenlijk net een tweede moeder van mij. En als herdenking eigenlijk meer voor de kinderen. Omdat de twee kleinkinderen die... die hielden echt van McDonald's, zeg maar. Die wilden dagelijks naar de McDonald's. En vandaar dat het voor de McDonald's het tegeltje hebben neergezet. Het initiatief kwam vanuit de familie. Onlangs werd er ook een stille tocht en een herdenkingsdienst gehouden voor Bahar. Maar de komende tijd staat er even niets meer op het programma. Op dit moment nog niet. Nee. Ja, zij blijft wel gewoon wel in ons gedachten, zeg maar, altijd. Zoals ik al zei, het is gewoon een tweede moeder van mij. En de familie dat blijft toch wel gewoon blijven herdenken, zeg maar. En dat herdenken doen ze op verschillende manieren. De familie komt wel regelmatig bij elkaar om erover te praten, over te herdenken eigenlijk. Ja, samen sta je toch sterk, dus dat is heel belangrijk. En zeker voor de moeder en de vader.